Wij gaan vandaag op pad met een vrachtwagen die eigenlijk een trekker is. Wil je weten hoe dat kan? Blijf even kijken. Mijn naam is Victor, achter camera zit Gerard. Een trekker of een vrachtwagen? Een trekker. 100%. Hij is bij de RDW geweest. Ja. Is die omgezet van vrachtwagen naar trekker. Ja. Een van de weinige T5 in Nederland denk ik die echt T5 is. Er zijn natuurlijk een hoop van die terreinauto's en zo, die keuren ze ook allemaal als T5. Ja. Maar als je in de wet kijkt, T5 moet een iets van een heffinrichting hebben. Ja. Moet bedoeld zijn voor tractie en moet machines kunnen aandrijven. Ja, en al die gewone auto's die ze als T5 keuren, die hebben dat allemaal niet. Okay. Die zijn niet echt bedoeld voor tractie, of je moet dan een 4x4 hebben. En aandrijven en heffen kunnen ze sowieso niet. En dit kan natuurlijk wel voor, ja, een A-kamer is eigenlijk ook een hef. Er staat nergens in de wet dat een 3-punt-hef moet zijn. En tractie is ook wel duidelijk. Deze worden in eerste instantie worden hier in de buurt worden die uit de stalling gehaald met de vrachtwagen naartoe gebracht. Ja. Hier weer opgepikt. Hier opgepakt, omdat het te lang duurt natuurlijk als ik ze helemaal op moet halen. Het zijn er 81 in totaal. En wat voor tijd bestek moet die plaatsen? Het plaatsen zeg maar in een week. En dan zit er ook een week voorbereiding aan de riool en stroom en internet. Er ligt glasvezel hier op het strand. Luxe. Het is het enige strand van Nederland met glasvezel. En je eigenlijk dan de kunst om dan precies naast de spanband uit te komen. Ja, ze liggen die spanband liggen ze op een goede schuimte. Met die hele grote geodriehoek. Ja. Vond je dit filmpje met de vrachtwagen die eigenlijk een trekker was ook heel mooi? Geef hem even een dikke duim en een reactie hieronder. Vergeet vooral niet te abonneren op ons YouTube kanaal agritrader.tv. Ik zou zeggen, tot volgende week. Heeft André Hazes niet ooit een keer een liedje gemaakt over het strand? Victor. Dat is een vraag, hè Gerard? Ja, waarom denk jij dat ik muziek ken van André Hazes of nog ergens? Ik vind jij dan een beetje zo'n Hollands typetje zo, zo'n kettetje, oorbelletje. Ja, niemand ziet jou natuurlijk, hè? Dus niemand weet hoe je eruit ziet. Jij mag lopen naar huis, Victor. Echt.